is het al. Hoi Hans. Hallo en hallo kijkers. Hallo. Welkom bij een nieuw kanaal van InfoSupport, de Data Discovery Channel. Op dit kanaal gaan we jullie regelmatig updaten over allerlei dingen die in ons vakgebied spelen. En dat doe ik meestal met een gast. En in dit geval is dat een goede collega van me, Chantal. Chantal, stel je even voor. Ja, ik ben Chantal. Ik werk inmiddels een aantal jaar als consultant bij InfoSupport. Eigenlijk alle jaren in de datahoek, in eerste instantie als databasebeheerder en nu als BI-specialist. Volgens mij wil het vandaag over een aantal toeltjes gaan hebben. En daarom heb ik jou gevraagd, hè? Ja. Maar eerst even wie ik ben. Ik ben jullie vaste host op dit kanaal, Hans Geurtsen. Ik ben architect bij de Unit Data Solutions en goede collega van Chantal, hoop ik. Ik ga jullie regelmatig dus via dit kanaal wat vertellen. En vandaag gaat dat inderdaad over datavisualisatie en analyse tools. Ja, klopt Hans. Datavisualisatie en analyse tools, ja, wat zijn het nou voor tools? Het zijn eigenlijk tools waar je kunt analyseren, kunt werken met je data. Het zijn geen statische gegevens. Je data wordt in eerste instantie gepresenteerd in een handig formaat. Waarop je de data zeg maar initieel wil zien. En van daaruit kun je eigenlijk je data verder gaan onderzoeken en analyseren. Om wat zijn er van interessante dingen uit te halen. Dat is wat anders dan rapportagetools dus. Hans, dat is wel degelijk iets anders dan rapportagetools. Bij rapportagetools dan maak je eigenlijk eenmalig een statisch rapport. Het zijn vaak dingen die mensen op gezette tijden willen opvragen. Ik wil iedere maand een lijstje hebben van het aantal verkopen wat ik heb gedaan of van mijn omzet of net in en wat. Je kunt ze gek niet bedenken. Het zijn eigenlijk dingen die statisch zijn. Een gebruiker drukt op een knop, er wordt netjes een lijstje gefabriceerd. En na dat lijstje is het klaar. Op het moment dat dat lijstje vragen oproept bij die gebruiker, dan zal die daarmee naar een andere persoon moeten die wat meer toegang heeft tot die data om door die data heen te grasduinen. Op het moment dat je meer wilt doen met je data, dan ben je eigenlijk automatisch aangewezen op een dergelijk tool. Omdat je daar gewoon in kan drillen en je kunt erin slicen, je kunt dingen selecteren. Eigenlijk kun je kunt van visualisatie vaak heel makkelijk veranderen. Dus je kunt eigenlijk zo gek niet bedenken. Of je kunt een andere weergave geven van jouw data. De tools die wij hebben uitgezocht zijn ook meer voor eindgebruikers dan? Het zijn wel tools voor eindgebruikers. Maar in zekere zin moet die eindgebruiker toch wel enige kennis hebben van de achterliggende data, is mijn mening. Ja, okay. De tools aan zich zijn redelijk eenvoudig, maar je moet wel een beetje gevoel hebben over wat de achterliggende betekenis van je data is. Wil je daar eigenlijk goed doorheen kunnen analyseren? Ja. Aan de andere kant, op het moment dat je die vraag hebt, dan komt dat eigenlijk ook wel vanzelf. Hey, we hebben twee tools uitgezocht. Jij hebt een tool uitgezocht, ik heb een tool uitgezocht. Ja. Ik ga jou Panorama laten zien, Panorama Necto. Jij gaat mij Power BI laten zien. Klopt. Waarom Power BI? Power BI is een nieuw opkomend tool. Het is recentelijk door Microsoft in de markt gezet. Het is een tool waar Microsoft heel hard aan werkt. Ik heb eigenlijk niet eerder tools gezien waar zo snel zoveel veranderingen in worden doorgevoerd. Zeker niet in de tools van Microsoft. Daarnaast vind ik het ziet het er erg mooi uit in vergelijking met wat we tot nog toe van Microsoft gewend zijn. Dus en het gebruikersgemak is eigenlijk heel prettig. Oké. Okay. Ik heb Panorama Necto uitgekozen. Ja, waarom heb je die gekozen? Panorama is oorspronkelijk eigenlijk de grondlegger van Analysis Services en van MDX. Klopt. Dus sluit perfect aan op de Microsoft Stack. En zij maken nog steeds een zeer uitgebreid tool. Dat gaat wat dieper dan wat Power BI gaat. Is dus ook wat complexer en iets minder geschikt voor de gewone eindgebruiker. Okay. Nog minder dan Power BI. Maar je kan er wel hele mooie en krachtige dashboards mee maken. En dus vandaar omdat het ook heel erg goed aansluit op de Microsoft Stack, wilde ik jou dat ook laten zien. En InfoSupport is ook partner van Panorama. Dus wij kunnen gebruikers ook helpen om dat tool in te zetten binnen hun organisatie. Oké, ik ben erg benieuwd hoe dat zich verhoudt. Zullen we eens gaan kijken naar Power BI in eerste instantie? Laten we maar beginnen. Hans, om je wat dingen te kunnen laten zien, heb ik wat standaard dashboards die je eigenlijk gewoon bij Microsoft kunt downloaden, openen. Heb ik klaargezet. Laten we maar gewoon beginnen.
Wat je hier ziet is eigenlijk gewoon standaard een setje met wat charts die op de gegevens zijn gemaakt. Dit is een dashboard zo te zien, hè? Ja, ik zie daar links zie ik wat dashboards, rapporten, gegevens set. Dit is een dashboard waar ik naar kijk. Klopt. Als je hier links kijkt, zie je een onderverdeling in dashboards, rapporten en gegevens sets. Mm-hmm. Je moet het zo zien, op het moment dat je begint te werken met Power BI, dan stel je eerst een gegevens set samen. Vandaar die grote groene gele knop. Inderdaad die gele knop. Die knop die helpt je met eigenlijk het ophalen van die gegevens wat op een wat meer geautomatiseerde manier. Een wat gevorderde gebruiker kan er ook voor kiezen om met Power Pivot wat te maken en het daarop te koppelen. Daar ben je een beetje vrij in. Mm-hmm. Het biedt je ook de mogelijkheid om allerlei data nog aan te koppelen. Dat gebeurt eigenlijk allemaal in een stukje gegevens set. Zodra je gegevens klaar hebt staan, dan ga je daar rapporten op definiëren. In die rapporten zet je de grids, de grafiekjes, zet je eigenlijk je data. En bepaalde visualisaties waar je zegt van dit zijn de key dingen eigenlijk van deze rapportage, die zet je dan vaker op je dashboard. Okay. Het is niet mogelijk om dashboards items te maken in het dashboard zelf, dus alle dashboard items moeten wel voorkomen in een van je rapportages. Je kunt heel simpel in het rapport aanklikken dat die moet verschijnen op het dashboard en dan zie je hem hier in deze sheet staan. Oké. Okay. Het ziet er mooi uit. Ja, het ziet er heel mooi uit. Wat ik eigenlijk wel een leuke vind om eventjes te laten zien is die watervalgrafiek. Dus eigenlijk een visualisatie die niet overal voorkomt. Mm-hmm. En je hebt hier zo'n vragenbalk. Waar je eigenlijk vragen kunt stellen aan je gegevensset. Dus ik zie hier iets over, dit gaat over human resources. Dus dan zou ik daar bijvoorbeeld kunnen vragen hoeveel mensen heb ik aangenomen per geslacht of zo? Ja, bijvoorbeeld, dat zou je kunnen doen. Even nog één maar. Het werkt alleen nog in het Engels, dus je moet wel je vragen stellen in het Engels. Oké. Okay. Dus op het moment dat ik zeg hires by gender, zie je eigenlijk al gelijk dat er een... dat er een staartdiagram getoond wordt. Eigenlijk ben je nou een rapport aan het maken zonder dat je een rapport maakt. Ja, klopt. Ik kan eigenlijk gewoon mijn vraag in natuurlijke taal stellen. Hij doet ook wel suggesties. Hij doet inderdaad suggesties. Ja, het enige waar je rekening mee houdt, het moet Engels zijn. En je moet een beetje bekend zijn. Je moet wel de velden in je gegevensset moet je kiezen. Want jij vertaalt het al naar hires, omdat je weet dat erin zit. Ja, er zit een veld hires in, wat eigenlijk die aantallen telt. Okay. Dat betekent ook dat je daar in je gegevensset ook even rekening mee moet houden. Zeker als je de gegevens samenstelt voor een wat minder technische gebruiker. Dat je wel in zijn taal je velden benoemt. Doen wij ook altijd, toch? Ja, klopt. Ja. Hou het gebruiksvriendelijk. Ja. Inderdaad. Dus en kan ik er nou nog meer mee? By gender. Een leeftijdsgroep of zo. By age. By age group. Nice. Ja. Dus je ziet dat het gelijk aanpast. Gelijk wordt het geüpdate. Oké, cool. Leuk. Nee, dus dat is eigenlijk wel een leuke en ik denk ook unieke feature van Power BI. Dat nooit eerder gezien. Van Power BI. Ik heb het in nog geen ander tool gezien inderdaad. Ja, leuk. Ja goed, dus zullen we even wat andere... dashboards bekijken. Funnel chart aan de rechterkant. Ja, eigenlijk ook wel een hele leuke visualisatie, die funnel chart inderdaad. Maar verder eigenlijk gewoon de standaard en een aantal KPI's, wat bar charts. Mm-hmm. Hier zie je een dashboard met een kaartje erin, wat eigenlijk wel heel erg leuk is. Klik ik erop, dan zie je inderdaad dat ik naar het rapport ga. Oh ja, dat zie je daar aan de linkerkant ook. Dat deze nu inderdaad actieve weergave is. Hier is mijn kaartje weer. Kan je erop drillen of zo? Je kunt op een aantal items kun je drillen. Dat moet wel van tevoren ingesteld zijn. En dat is te herkennen eigenlijk aan dat pijltje hier. Oh ja. En de twee pijltjes setjes hierboven. Mm-hmm. Zodra ik dat pijltje aanklik, staat hij in drillmodus. Waarom moet dat? Wat gebeurt er als je dat niet aanklikt? Als je dat niet aanklikt, dan zal hij gewoon gaan selecteren. Dat is op het kaartje wellicht nog lastig te zien. Ja, maar nou zie je dus de gehighlight wat er in de US is gebeurd aan uitgaven in dit geval. Ja, oké. Klik even terug dat we weer in dezelfde weergave zijn. Dus het selecteren en het deselecteren is eigenlijk het klikken op hetzelfde ding. Gaat mooi vloeien trouwens. Ja. Als ik wil drillen dan zeg ik van ik klik dat pijltje aan. Ik kan er netjes... een keer op selecteren en je ziet dat hij eigenlijk downgrilled naar de staat. De staat van Amerika zelf gaat hij naar
de verschillende staten. Ja. Je ziet meteen dat hij hierbij op het laagste niveau is. Het drill down naar het laagste niveau is grayed out. Dus ik zit inmiddels in het laagste niveau. Ja. Je kan uiteindelijk weer op. Maar je zou nog als de data het had gekund naar steden, naar leveranciers. De drill down hier is wat beperkt, maar je zou hier in principe zoveel levels willen kunnen zetten als je zou willen. Ja. Dus ja, dat werkt eigenlijk wel mooi. Eigenlijk wat ook een mooie feature is, is dat je heel makkelijk je kaartje kan vergroten. Boven in beeld zit zo'n vergroot verklein buttentje. Ja, ja. Dat kun je beschikbaar stellen. Dat hoef je niet op iedere visualisatie te doen. Mm-hmm. En daarmee kun je dus eigenlijk iets wat nu een kwart van het scherm inneemt, gewoon schermvullend laten maken. Ja, dus als je kaart wat meer data bevat, dan kun je erin te gaan kijken. Ja, ja. Bedoel, je ziet hier de meerwaarde niet van, omdat we maar twee bolletjes hebben, maar... Ja, zou het ermee volstaan, zou dit Europa zijn, dan zou het een heel ander verhaal worden. Ja, leuk. Dus dat is wel een leuke feature. Als we even naar een ander dashboard kijken. Nou, als je hier kijkt, hebben we een mooi bubbelchart. Eigenlijk ook wel weer een leuke optie. Ja. Je kan trouwens zo te zien ook hele kleine dingen, gewoon een getal laten zien op je dashboard. Ja, klopt. Hiermee kun je eigenlijk best wel veel informatie redelijk groot laten zien. Wat eigenlijk ook wel leuk is te demonstreren in die bubbelchart is dat je meerdere dingen kunt één ding selecteren. Je kunt ook meerdere dingen selecteren en je ziet eigenlijk dat de hele weergave zich daarop aanpast. Eigenlijk gewoon een soort parameters die klopt. Dynamisch. Mooi. Dus dat werkt erg gebruikersvriendelijk. Kijk, hier is ook weer een voorbeeld van een ander dashboard. Heatmap. Ja, je ziet eigenlijk het balkje wat mee verhuist en wat laat zien welke gegevens erachter staan. Ook hier zie je eigenlijk daar het voordeel niet van. Maar het kan zijn dat jij meerdere grafieken erin hebt staan die elkaar overlappen, waardoor jij niet meer heel duidelijk op die punten kunt zien wat de waarde is. Nou, ik vind dit ook al, ik ben een beetje precies en ik zie nu precies wat de percentages zijn, anders moet je geen gokken. Nee, dus klopt, maar vandaar dat die balk eigenlijk wel mooi maakt. Ja, ja. Dus eigenlijk wel een leuke toegevoegde feature. De heatmap is eigenlijk ook altijd wel een leuke visualisatie. Ja. Even kijken in ons laatste dashboard. Ook hierin zie je weer een kaartje. Je ziet dat je eigenlijk in die bolletjes meer dingen kan laten zien. En onderscheid kan laten maken in, wat is... Wat is de reden van zo'n defect? Wat eigenlijk ook nog wel een leuke is, dan klik ik weer even door naar het rapport. Je ziet hier dat het daadwerkelijk een heleboel data achter zit. Hier zie je wat meer dan alleen de bar charts, maar zie je echt de grote tabel van alle gegevens die erin zitten. En je ziet als je er doorheen scrolt dat het lekker vlotjes loopt. Hier aan de linkerkant zie ik iets wat ik nog niet gezien had. Wat zijn dat? Een soort parameters? Dit zijn je slicers. Daar kun je eigenlijk in mee op je datafilter. Stel ik wil alleen data van 2014 zien. Klik ik die aan en je ziet eigenlijk dat de data direct mee verandert. Dat werkt heel vloeiend en heel direct. De manier ook waarop de assen van de grafiek mee veranderen vind ik... het werkt allemaal heel smooth. Waarom is dit zo snel? Want dit is echt ongelooflijk snel. Is het hele kleine demo data? Of zit daar nog een bepaalde technologie onder? Nee, er zit behoorlijk wat data in, maar het wordt allemaal in memory verwerkt. Powerpivot noemde je net al. Het wordt allemaal in memory verwerkt, dus dat betekent dat eenmaal dat alles in het geheugen geladen is, flitst het eigenlijk. En dat is niet de memory op jouw computer, want jij bent nu in een browser. Hè? Dat zie je nu niet, maar... Ja. Ik zit nu in de browser en dat is afhankelijk van waar dat die browser zich heeft vandaan had. In die omgeving gebruikt hij dat memory. Dus het is niks lokaals, dus dat werkt prettig. Leuk. Wat voor visualisaties heb je nou allemaal binnen Power BI? Ik heb er een hele hoop gezien. Maar... Ja, er zijn er heel veel de revue gepasseerd. Ik zal even laten zien hoe dat werkt. We zitten nu in een rapport. Vanuit je rapport kan je hierboven kun je zeggen van ik wil het rapport bewerken. Dan kom je gewoon in de edit modus. Zie je een hele set met standaard visualisaties staan. Ja. Op het moment dat ik hem aanklik, kan ik hem gewoon laten veranderen naar een stack chart. Horizontaal, verticaal, eigenlijk net hoe je hem wil zien. Daarnaast zijn er ook nog een heleboel visualisaties online beschikbaar. Dus op het moment dat je zegt van
hier zit eigenlijk mijn ding niet bij. Nou, kun je online gaan zoeken. Kun je importeren. Ik zal het even niet doen. Ik ga even naar de website, zeg maar, waar de visualisaties staan. Nou ja, en je ziet een hele galerij met de meeste exotische visualisaties. Nou, hier kun je er, hier kun je eruit kiezen, zeg maar, wat je prettig vindt. Je zou ook zelf aan een visualisatie kunnen werken als dat je behoefte heeft. Dus het biedt allemaal redelijk wat opties voor. Nou, mooi. Ziet er mooi uit. Ja. Nou, zal ik jou de tegenhanger eens laten zien? Tegenhanger is geen tegenhanger, maar panorama. Nee, ik ben erg benieuwd naar de leuke features in panorama. Nou, gaan we hier eens even bekijken. Ja. Nou, Chantal, dit is panorama Necto. Ja. Zoals je ziet kijk je ook naar een dashboard. En als ik dan meteen met de deur in huis mag vallen van wat vind ik nou het meest opvallende aan Necto, dan zijn het deze dingen. Ja, het ziet er inderdaad indrukwekkend uit. Ja, het zijn, dit noemen ze infographics. Ja. Dat zijn eigenlijk, je ziet dat het een getal kan zijn, maar er staat wel een plaatje bij, die pijl is een plaatje. Het kunnen ook dit soort mannetjes, vrouwtjes zijn. En het leuke is dat als je erop klikt, dan krijg je wat extra mogelijkheden, waaronder de mogelijkheid om in te zoomen op onderliggende details achter die infographic. Kijk, en er komt gelijk weer een mooie nieuwe plaatje tevoorschijn. Precies. En in dit geval hebben we het over ziekenhuisgegevens. Dus hier zie je dat er zijn rekeningen verstuurd. En 17%, ruim 17%, dat zijn mensen die gewoon een dagje polyklinische behandelingen noemen we dat in Nederland. 70% zijn mensen die ook echt in bed liggen in het ziekenhuis. En nog 12% zijn mensen die thuiszorg hebben gehad. Ja. Het leuke is dat deze dingen ook blijven werken als je met behulp van deze parameter bijvoorbeeld een ander jaar kiest. Dan zie je ook dat de infographic. Gelijk, dat is gelijk mee veranderen. Ja, dat is mooi, hè? Ja, ik vind het wel erg mooi. Onderscheidend ook. Ja, dit is echt iets unieks. Volgens mij zijn er geen andere tools die op deze manier infographics kennen. Nee, ik heb het nog niet gezien. Nee. Zijn er veel van die infographics standaard beschikbaar? Ja, er zit een enorme library in van, ik weet niet hoeveel, maar ik geloof iets van dik 1000 plaatjes. Dat is behoorlijk. Ja, en ik zeg niet dat het heel makkelijk is. Je moet in de editor van Panorama Necto, kies je dan een plaatje uit en je koppelt die aan data. Ja. En op dat moment geeft hij, je ziet dat die plaatjes die hebben ook allemaal een kleur die overeenkomt met hoeveel procent. In dit geval staat inmiddels, die staat bijna op 100. Dus die is bijna helemaal gevuld. Net de bovenkant van het hokje is nog grijs. Die koppeling moet je natuurlijk aangeven. Ja. Dat is redelijk makkelijk, maar daar moet je dan wat voor doen. Als een van die 1000 plaatjes geen van die 1000 plaatjes is die mij bevalt, kan ik er zelf een maken? Ja, in principe wel. Moeten wel aan de voorwaarden voldoen. Ze moeten namelijk een beetje zo'n effen kleurtje hebben. Dus in de standaard plaatjes is dat altijd grijs. Ja. Zodat Panorama ze weer kan kleuren om bijvoorbeeld aan te geven hoeveel ze. Dan zijn ze makkelijker vulbaar. Precies. Ja. Dus je kunt niet een bont gekleurd plaatje gebruiken, want dan valt dat kleurmechanisme in het water. Nee, goed, maar dan doet het ook geen recht meer aan wat je hierin wilt laten zien. Dus ja, precies. Dat is geen probleem, denk ik. Ik ga je nog even een paar andere dashboards laten zien. Dan heb je ook een beetje een idee van de mogelijkheden die je hebt. Laten we eens even kijken. Laat ik deze eens even pakken. Oké, mooi, een boekvorm slaat je open. Ja. Nou, hier zie je wat andere weergaven, een lijngrafiek, aantal staafdiagrammetjes, parameters ook weer aan de rechterkant. En weer die infographics. En ook hier, als je weer inzoomt, dan krijg je wat te zien. Dit gaat over betalen van rekeningen en of dat mensen op tijd betalen of niet. En dan zie je dus ook heel leuk. Er zijn mensen die netjes gewoon wel overdue zijn, maar wel binnen 30 dagen betalen. Dus die wordt nog groen weergegeven. Maar je ziet hier bijvoorbeeld ook dat er mensen zijn die zelfs na 2 jaar een rekening nog niet betaald hebben. Ja. Nou, die worden uiteraard in het rood getoond. En dus dat zijn leuke mogelijkheden die je met die infographics hebt. Ja, inderdaad. Nou, nog even eentje.
Nou, weer een aantal infographics bovenin. Weer leuke, mooie plaatjes. Een lijn gefikt met het gemiddeld salaris, de salarisontwikkeling. En een tabelletje eronder. En wat naast de infographics ook een hele mooie feature is van Panorama Necto, is dat ik kan samenwerken op een hele makkelijke manier met bijvoorbeeld jou. Oké. Okay. He, dus stel dat ik een commentaartje wil maken. Je kent dat wel van dit dashboard is daar niet het beste voorbeeld van. Maar stel dat je moet budgetteren en dat je je daadwerkelijke uitgaven ziet op je dashboard. Nou, dan heb je wel eens van, ja, ik zit over budget, maar daar heb ik goede reden voor. Dan wil je daar misschien een commentaartje bij plaatsen. Ja, inderdaad. Nou, dat kan. Dan ga je naar je toolbar hierbovenin. Je sleept dit knopje voor commentaar, sleep je naar het element waar je het naartoe wil hebben. Dus ik zou dat kunnen doen op de hele grafiek. Ja. De hele combinatie trouwens van grafiek en tabel. Maar ik kan het zelfs aan een individuele cel hangen. Oké, dat is ik zou, ja, dus ik zou zelfs, hè, bij, nou, we zitten inmiddels in 2016, maar ik zou aan deze 2015 jaarcijfer, zou ik een opmerking toe kunnen voegen van, dit komt door, nou, puntje, puntje, puntje. Ja. En als ik dat gedaan heb, hè, dan zie je, net als in Excel, zie je zo'n driehoekje staan. En als ik mijn muis eroverheen haal over dat driehoekje, dan zie je ook de tooltip verschijnen. Dan zie je wat ik daar heb ingetiend. Ja, is dat commentaarveldje, is dat voor iedereen, zeg maar, die het dashboard opent? Of alleen voor jou? Nee, dit is voor in principe is dit voor iedereen zichtbaar. Okay. En via de rechterstructuur kun je dat nog dicht zetten. Maar default is, ziet iedereen dat. Iedereen die dit dashboard, deze tabel kan zien. Ja, die mag eigenlijk ook commentaar zien. Tenzij je daar restricties op legt. Precies. Nou, dit gaat nog een stapje verder. Want dit was gewoon, ik zet een commentaar. Iedereen ziet dat commentaar. Maar ik zou ook alleen met jou kunnen gaan discussiëren over dit cijfer. Oké, en hoe doe je dat dan? Nou, er zit in Necto zit een zogenaamde people bar. Die moet je dan even aanzetten. En op dat moment zie ik alle mensen daar bovenin verschijnen die iets met dit dashboard kunnen. En daar kan ik iemand van uitpikken. Dus nou, laat ik die persoon met die interessante naam, Mokkers, pakken. Die sleep ik hier op dat 2015 cijfer. Ik moet hem goed slepen. Ik sleep hem op dat 2015 cijfer. En dan gebeurt er aan de linkerkant iets. Ja, kijk, iedereen heb je. Ja, precies. Hey, ik kan hier gewoon gaan zeggen van, hey, leg eens uit. En als ik nu op verzender zou drukken, ik zou het niet doen, want ik weet niet of die MOQ een echt persoon is. Oké, okay, maar als ik Mok zou zijn, dan zou ik in een WhatsApp-achtige manier zo met jou kunnen chatten over mijn precies. Cijfers. Ligt er trouwens wel aan, als jij ook op dat moment echt in een Necto dashboard zit, dan krijg je op dat moment gewoon het krijg te zien. Je hebt een berichtje. Ja, en als ik er niet ben? Dan krijg je een e-mailtje. Oké, en dan kan ik per direct inloggen om te gaan chatten of ik kan per iemand reageren. Hoeft niet per direct, je mag ook een week later reageren. En het leuke als je nou een week later reageert, want dan zou het best wel eens kunnen dat ik vraag hier leg eens uit waarom ik daar 41.000 zie. En dat kan komen omdat het te laag is. Ja. Maar ja, misschien is er iets fout gegaan en is dat volgende week hersteld. Als je nou na een week gaat kijken, dan krijg je een snapshot te zien van dit dashboard. Oké, okay. Dus je krijgt de data te zien zoals jij hem ook gezien hebt op het moment op het moment dat je de collaboratie gestart bent. Precies. En waarbij je natuurlijk wel weer kan kiezen van, ja, maar ik wil actuele data zien. Ja. Maar dat laat hem in een kleurtje zien van, het is geloof ik grijs. En dan zie je dus van, oh, dit is een bevroren moment. Ja. Ja, maar goed, maar daarmee kan ik dus ook eventueel al zien dat het issue al opgelost is. Precies, ja. Nou, er zitten in Panorama Necto ook een hele hoop mogelijkheden dat gebruikers zelf dingen kunnen doen. Want ik laat nu alleen maar zien wat er al is. Ik zou bijvoorbeeld dit grafiektype kunnen veranderen. Een hele hoop soorten grafieken die er zijn. Oké, dat kun je gewoon terwijl je online bent, kun je dat doen. Je hoeft niet naar een speciale edit-omgeving of. Nee, je ziet het. Ja. Het gebeurt gewoon meteen. Okay, dus overigens wel iets wat ik dan zie. Als ik dit wil opslaan, dan moet ik wel eerst naar de editor toe. Maar als ik zelf gewoon een beetje wil spelen met de data, dan kan ik dat gewoon live doen. Live doen. Zeg, en onder, ik zie daaronder dat je maar één regeltje met meshes hebt. Ja. Kun je daar ook nog wat aan veranderen? Ja, dat kun je ook veranderen. Als je hier op die meshes klikt, dan kun je zeggen replace with. En dan kun je kiezen uit een van de andere dimensies die er zijn. Dit werkt vaak op een kubus. En daar hebben we het nog niet over gehad, maar Panorama Necto kan gegevens halen uit kubussen, uit de Elastic Services databases. Zowel tabular als de klassieke multidimensionale databases.
Je kan ook Excel gebruiken. En dan doet hij precies hetzelfde als Power BI. Hij maakt eigenlijk een in-memory model aan. Ja, ja. En daar werk je hierop. En alles wat daarin zit, dus stel ik bijvoorbeeld locations kies. Dan werkt hij onmiddellijk erbij. Ja. En omdat dat op een in-memory structuur werkt, gaat dat ook heel snel. Ja, nee, ik zie het. Ja. En wat betekenen die rode pijltjes onderin in die grafiek? Ik zie hier allerlei kleine driehoekjes. Ja, kleine driehoekjes. Dat komt omdat deze feature aanstaat. Dat heet One Click Insight. En dat is een van de ondersteunende mogelijkheden die Necto heeft. Oké. Okay. Als je dat, het is gewoon letterlijk een klik van de muis. Ik zet hem nu uit. Ja. Dus dan verdwijnen de plaatjes. En met één klik zet ik hem ook weer aan. En hij pakt nu default, pakt hij alles wat meer dan min 5% is ten opzichte van, van het vorige jaar. Ja. Daar zet hij zo'n driehoekje bij. En als je daar je muis boven houdt, dan laat hij ook zien wat er aan de hand is. En dus dit cijfer van 95.000 is 44%, min 44% gedaald. Ten opzichte van het jaar ervoor. Oké. Dus dat legt hij helemaal in de tooltip uit. Ja. En je kunt ook in plaats van met de vorige periode, kun je ook zeggen ik wil het ten opzichte van de parallele periode. Ja, dus als ik op jaarniveau kijk dan blijft dat hetzelfde. Maar ja. Als ik op kwartaalniveau kijk dan kijk ik bijvoorbeeld naar hetzelfde kwartaal in het jaar ervoor. Ja. Dus dat is een hele handige feature. Nee, inderdaad. Je zei dat is één van de mogelijkheden. Zijn er nog meer mogelijkheden waar je, waar je mee geholpen wordt als gebruiker? Ja, er zitten er best veel in. Wat ook best wel mooi is, en dat heeft ook te maken met die collaboratiebalk die je daar ziet, is dat stel dat ik kijk naar dit dashboard, ik zit er even naar te kijken. Jij en ik hebben dezelfde rol, maar jij kijkt ook regelmatig naar een ander dashboard. Yeah. Dan kan hij een aanbeveling doen, van kijk ook eens op dat dashboard. Okay. En dat is een van de dingen. Maar eentje die ik ook even wil laten zien is, stel hè, je ziet hier allemaal cijfers staan. En stel dat je wil weten van, hoe zit het eigenlijk, ik kijk hier op jaarbasis. Ik kan helemaal inzoomen tot op dagniveau, geloof ik, in deze kubus. Kwartalen. Ja, zie je ook dat die grafieken wat meer. Ja, nou, je ziet, je bent dan even aan het klikken voordat je op een individuele dag bent. Ja. Dan is dit nog maar demo data. Maar een hele mooie feature die erin zit. En daarvoor klap ik even de zaak open. En dan ga ik naar deze instelling toe. En laten we even teruggaan naar jaar. En dan kun je dat er duidelijk zien. Dan ga ik even naar de exceptie tab hier zo. En dan ga ik een nieuwe exceptie maken. Een exceptie die ken je vanuit Excel. Ja. En dan kan je ook zeggen van ik wil even alle cellen die negatief zijn, die wil ik een ander kleurtje geven. Ja, inderdaad, de bekende rode veldjes. Nou, dat is een simpele exceptie, die zit ook in Necto. Ja. Maar ik kan via deze dropdown ook kiezen voor een bubble-up exceptie. Okay. En dan kan ik gaan zeggen, zoek voor mij eens uit of dat er op dagniveau bijvoorbeeld velden zijn die lager zijn dan 25.000. Ik pak maar even een getal op basis van wat ik hier zie. Ja. Ik klik op apply. En die velden die worden dan paars gekleurd. Ja, nou, zie je ziet nu meteen twee velden oplichten. En als je je muis er weer over houdt, dan zie je dat er op 20 april 2011 was er iets wat, en laat hij ook misschien, laat precies zien op welke dag het is. En het is in Engeland, dat zien we aan de rij al. He, dus toen was er in Engeland maar 23.200 aan higher salaries. Oké, okay, dus dat soort dingen die je zeg maar op laagste niveau zou willen controleren. Ja, ja. Die filtert die eigenlijk voor je uit zonder dat je overal al die dingetjes hoeft open te klikken. Precies, want normaal zou je echt op zoek moeten gaan. Ze zijn er van dat soort uitzonderingen. En Panorama helpt je gewoon om ze er heel snel te vinden. Nee, nou ja, goed, dat is inderdaad wel handig, want normaal kijk je eigenlijk alleen naar het laatste jaar waar je in bezig bent en kijk je waar daar op dagniveau dingen verschillen. Ja. Maar uiteindelijk kun je zo ook de trends gaan ontdekken van hey, ik zie ieder jaar in januari dat mijn sales op een bepaald aantal dagen zeg maar niet dat niveau halen. Nou, wat ligt daaronder? Is er dan iets in de omgeving waardoor dat mensen niet komen? Of... Precies, ja. Dat is wel interessant. Leuk, hè? Nou, dat was wat ik even in vogelvlucht wilde laten zien voor Panorama Necto. Er zit nog veel meer in, maar dit zijn wel de essentiële dingen. Die infographics en dit soort analysehulpmiddelen. Dus, ja, ik vind het mooi toe. We gaan het daarbij laten. Dit was de eerste aflevering van de Data Discovery Channel. We gaan in komende afleveringen nog vaker naar wat andere tools kijken die we ook veel gebruiken. En zoals Click, waar we ook een partnership mee hebben. Maar voor nu laten we het hierbij.
Ik zou zeggen, hou ons kanaal in de gaten. Like ons even. En graag tot de volgende keer. Chantal, tot ziens. Ja, dankjewel. Graag, tot de volgende keer.